Een felle uitslaande brand legt de beroemde startplaats van de Elfstedentocht volledig in de as. Door de grote oppervlakte van het terrein is het voor de brandweer moeilijk een overzicht te krijgen. Bij dit specifieke geval heeft het gewoon vrij lang geduurd voordat we een heel goed overzicht hadden. Want als je er één keer omheen wilt lopen, ben je 1,5 kilometer onderweg. Dus voordat het helemaal duidelijk was wat er precies los was, daar is gewoon even enige tijd overheen gegaan. Bij Heerde in Overijssel staan 35 schapen in de uiterwaarden. Als ze door het snel stijgende water worden overvallen. Dus mag de brandweer proberen de schaapjes weer op het droge te krijgen. Achteraf, als je dat dan bekijkt, dan is dat een komisch gezicht. Maar op dat moment moet je dan wel heel veel rennen door het water. En ja, je zit met die toch wel logge pakken. En door het water lopen, dat gaat normaal al niet zo makkelijk. En je moet proberen toch op tijd bij die schapen te zijn. 3 maanden geleden vloog Jan Vormer met zijn auto een paar keer over de kop. Zwaar gewond werd hij met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Straks het verhaal van een slachtoffer dat er weer bovenop kwam. Ik heb met mijn linkerwiel het gras geraakt. Dat is daardoor gaan spinnen en dan heeft het geen grip meer. En daardoor is het rechterwiel, heeft de auto naar links in dat plantsoen gedrukt. En toen kwam er eerst een boom enzovoort. Goedenavond. Welkom bij alweer de laatste aflevering van Helden van 06 zelf. Met reportages over en vertel door de mensen achter deze hulpdiensten. Deze uitzending beginnen we met een reportage uit Leeuwarden. Daar breekt brand uit in de trots van de stad, de Frieslandhallen. Als de melding bij de brandweer van de Friese hoofdstad binnenkomt, is het vuur al zeker een half uur in volle hevigheid aan de gang en slaan de vlammen uit het dak. Door de enorme oppervlakte van de hallen is het moeilijk voor de brandweer om in te schatten waar de brandhaard zit. Op het moment dat ik aankwam rijden, kon ik niet zien dat het hele complex in de brand zou staan. Mijn idee is ook altijd, en dat is ook het doel van de commandant van dienst, om zo snel mogelijk een overzicht te krijgen van wat er nu precies aan de hand is. En wij proberen altijd in te schatten van nou, daar zit de brandhaard nu, maar waar is die over een half uur en wat heb ik hem nodig om over een half uur tegen te houden? Bij dit specifieke geval heeft het gewoon vrij lang geduurd voordat we een heel goed overzicht hadden. Want als je er één keer omheen wilt lopen, ben je 1,5 kilometer onderweg. Dus voordat helemaal duidelijk was wat er precies los was, daar is gewoon even enige tijd overheen gegaan. En bij ons is de procedure zo, als er grote brand wordt gemaakt, worden ook de officieren gepiept of gealarmeerd die geen dienst hebben. En wat we dan proberen te doen is dit in hapklare brokken te snijden, zodat ieder een stuk krijgt waar die overzicht over kan hebben. En dat overzicht begint snel duidelijk te worden. Het vuur slaat aan alle kanten uit het dak. Door het brandende stro is de hitte enorm. Roel Bosma en Anne Dekker staan voor een onmogelijke opdracht. Tussen het ontstaan van de brand en de melding, daar heeft waarschijnlijk tussen een half uur en een uur tussen gezeten. Dus zo lang heeft die brandweer zich kunnen ontwikkelen. En tijd gaat om te ontwikkelen. En aangezien er dus een 6000 pakjes stro lagen, kun je dus wel begrijpen dat er dus een enorme vuurbelasting binnen zat. Onder de escorte van de politie kwamen we dus de achterkant op rijden. En toen zagen we gelijk al, en het gebouw op zich is ongeveer 1,10 meter hoog. En dan kwam over 1,30 meter kwam het al het dak uit. Nou, je staat dus daar met 2 wagens. Nog zag ik gelijk al dat dus in eerste instantie gelijk is een grote alarm. Dat kunnen we nooit alleen redden niet. Dat en Roel heeft dus grote alarm gegeven. Wij hebben de hoogwerken gelijk opgesteld bij de ijshal, waar het zat, dus aan de kant van de ijshal. Daar hebben we dus eerste instantie hebben we gericht om daar een inzet te doen. Maar aan die kant is het dus begonnen. Al snel blijkt dat de Frieslandhal niet meer te redden is. Maar ook de naastgelegen ijshal loopt direct gevaar. Ik ben dus met mijn collega naar boven gegaan in de hoogwerken. Hebben we dus nog 2 stralen ingezet op tussen de Frieslandhal en de ijshal. En mede daardoor is eigenlijk de ijshal behouden gebleven. Want het lag op het dak brandde het al. Dus daar hebben we dus uitgemaakt. Nou, toen zijn we tegen elkaar van, die Frieslandhal die gaat helemaal plat. Nou, dat zagen wij, dat ging zo snel. Maar namelijk tussen het plafond zit allemaal riet. Nou, en het is veel te gevaarlijk om in die grote Frieslandhal te komen. En zolang als daar geen mensen of dieren in zitten, moet je daar gewoon niet in komen. Van, dat is veel te gevaarlijk voor je. We gaan verder met een reportage uit Heerde, een dorpje in Overijssel. Langs die rivier de IJssel zijn uiterwaarden. En op die stroken land, die 's winters meestal onderstromen, graast een kudde schapen. De arme dieren zijn overvallen door het snel stijgende water in de uiterwaarden en kunnen geen kant meer op. Reden voor de brandweer van Heerde, de eigenaar een handje te gaan helpen. Het lijkt een eenvoudige klus.
We hebben eerst aan de eigenaar gevraagd of die schapen überhaupt te dragen zijn, of ze niet te wild worden. Op dat moment, en die meneer vertelde ons dat die schapen in principe rustig kunnen dragen, dat ze niet, dat ze gewoon rustig blijven als je ze draagt. Dus wij zagen ook dat die schapen op dat moment er het ergst aan toe waren. Dat die het eerst verplaatst moesten worden naar de kant. En zodoende hebben we dus die eerste genomen. Die stonden ook het dichtst bij de kant. De eerste twee hebben dus gedragen in principe nog. Maar die zijn ongeveer 80 kilo per stuk. Dus dat hou je niet zo heel lang vol. We zeiden de eigenaar van, hou ze maar gewoon in het water en de kop boven het water uit. En dan kunnen ze zelf in principe zwemmen. Nou, dat ging toen nog een stuk beter. We overleggen hoe we dat het makkelijkste aan kunnen pakken. Want je krijgt dan opdracht om, nou, begin daar maar vast aan. Omdat het water toch steeds bleef stijgen. En dan overleg je onder elkaar, degene die dus daadwerkelijk naartoe lopen, hoe je dat het beste kan doen. Je weet waar het diep is. Je weet ook van, nou, daar moeten de schapen in ieder geval niet heen rennen als ze toch op de vlucht slaan. En zijn ze van de andere kant benaderd. Maar dan krijgen op een gegeven moment de schapen de drang om achter hun collega-schaapjes aan te gaan. En dan, dat is ook goed te zien op de beelden, dat ze dan allemaal in één keer het water in gaan. En dan is het een kwestie van zorgen dat ze niet naar het diepe gaan en zorgen dat de hoofden boven water blijven. Nou, daar hebben we dus eerst de reddingsactie van Gingel voor de schapen, die vier, die stonden in principe met de poten in het water. Nou, die hebben we dus in principe dus eerst weggehaald daar zo. Dat was onze eerste klus om te doen. Maar daar blijft het niet bij. Een stukje verderop staan nog eens 35 schapen. Voor die redding wordt varend materieel ingezet. Nou, ik had inderdaad de indruk eerst dat het om vier schapen ging, toen we daar kwamen. En die anderen, dat we die toch niet zelf zo konden redden, zonder boot. Maar ja, er was op dat moment geen boot beschikbaar. Tenminste, niet direct voorhanden. Die moest gezocht worden. Dus je moet dan toch wachten voordat je met de volgende groep kan beginnen. Via de alarmcentrale wordt een boot besteld waarmee de dieren naar het vasteland kunnen worden gebracht. De schapen staan intussen rustig, mak heet dat, hun beurt af te wachten. Toen wij wisten dat die boot er kwam, die laatste groep schapen, die stond ook dermate droog, dat zolang als ze daar bleven staan, dat er in principe ook op dat moment nog geen nood aan de man was. En aangezien schapen behoorlijk bang voor water zijn, was niet te verwachten dat ze daar zo spontaan zelf weg zouden lopen. Pas op het moment dat wij daarbij komen, dan moet je even uitkijken dat ze niet zenuwachtig worden en dan plotseling wegrennen. Want dat laatste groepje stond dan wel het droogst, maar daar rondom was het ook het diepst. Maar wat blijkt, schapen kunnen ook zwemmen. Tenminste, zolang ze het hoofd boven water kunnen houden. Maar geldt dat niet voor ons allemaal? De pootjes die gaan wel echt zo beneden. Ze proberen echt wel te zwemmen, maar het hoofd dat schiet dan naar beneden toe bij sommige schapen. En echt met de kop naar boven toe. Zorgen dat ze boven water krijgen. Ze krijgen zelf het hoofd niet meer omhoog. Tenminste, dat heb ik niet zien gebeuren dat zo'n schaap zelf weer het hoofd uit het water tilt. Als je één keer onder water zit, dan blijft hij met het hoofd onder water zitten. Ja. En dan, dus moet je hem echt de kop boven het water. Ja, en dan, als hij dan gelukkig, dan zwemt hij door naar de kant. Nou, het front was dat dus één schaap het water in ging. En toen kwamen dus 15 schapen achtereen allemaal het water in. En dat was voor ons even een beetje een goede, snelle actie moesten we daar uitvoeren. Want de schapen is een soort duikboot eigenlijk. Die gaat met het hoofd onder water en dan probeert hij verder te zwemmen. Er was gewoon het punt om die hoofd boven water te houden. En dat is toen nog gelukt. Toen die boot kwam, dan heb je in ieder geval een middel om de schapen over te brengen. Want we waren in ieder geval wel zover dat we wisten dat we ze op een andere manier toch niet aan de kant kregen. Je moet dan gewoon door te diep water heen. En dat red je niet met het schapen. Er zaten 6 schapen in de boot. We zeiden, nou, er moet er eigenlijk nog 1 schaap, kan er nog bij in. Dan kunnen ze het net zo'n beetje verdelen over 3 of 4 groepen van 7 stuks. Nou, we hadden nog niet gezegd, er was 1 schaap die wou gewoon ook mee aan de kant toe. En die zei van, hupsakee, ik ga ook de boot in. Toen hoefden we verder niks aan te doen, er was 1 sprong, zat hij midden in de boot. Dat was voor ons een komisch gezicht in principe. Die sprong er zelf weer in, ja. Die hadden dat wel in de gaten. Die kant moet op. Het nu volgende onderwerp toont weer op een heel andere manier hoe de mensen achter 0611 werken. De wagen is door de middenberm geschoten, min of meer gelanceerd door 2 betonnen paaltjes, een paar keer over de kop geslagen en tenslotte op de tegenovergestelde rijbaan tot stilstand gekomen. Otto Segers van de Alkmaarse politie treft een enorme chaos aan. Je ziet daar een grote verkeerschaos. Je ziet al collega's die al bezig zijn met verkeersafwikkeling. Het was nog maar net gebeurd, dus je ziet het verkeer wat daar vast zit, die weg was gestremd.
En dan ga je een blik richten naar het wrak wat daar ligt. Dat was echt een gigantisch wrak. En dan zie je dan vaag zie je een persoon zie je in het wrak zitten. En dan is het mij bijvoorbeeld opgevallen dat deze man eigenlijk heel veel geluk heeft gehad. Omdat het dak was helemaal ingedeukt, behalve rondom zijn hoofd. Dus ja, het was eigenlijk een wonderbaarlijk gezicht. Dat, of er een engeltje boven hem had gevlogen. Precies zijn hoofd was beschermd door het dak en de rest was helemaal ingedeukt. Nou, die beschermengel heeft zijn werk goed gedaan. Wonder boven wonder overleeft Jan Vormer dit ongeluk. En toen was ik geland en ik zat in die stoel, kon geen vin verroeren. En ik dacht, zal ik in paniek raken? Nee dus, want dat heeft geen zin, je kon toch niks doen. En ik dacht, leef ik eigenlijk nog wel? Hè? Dat moest ik meteen wel bevestigend beantwoorden, want ik kon alles goed horen, zien. En mijn hoofd was goed, ik dacht goed. Hè? Nu, er is ook niets mee gebeurd. Dat hebben hier de psychologen van Hele Jomare ook nog gecontroleerd. Daar is niets gebeurd. Hè? Dus dat is helemaal intact en goed. Maar de bediening naar beneden toe, via de zenuw en het ruggenmerg, die is dus gestoord geweest. En daardoor ben ik helemaal lam geweest, tot nul toe. En doordat die boel weer in de goede stand is gekomen, is het weer langzaam begonnen te werken weer opnieuw. En daar ben ik nu mee bezig. Als een van de eerste hulpverleners die op de plaats van het ongeluk aankomt, treft Kees Jongejan van de brandweer van Alkmaar een enorme ravage aan. Jan Vormer zit volledig bekneld in de totaal vernielde auto. Hij zat dus erg wat een rare buiteling gemaakt. En hij hing tegen de deur aan, dus we moesten via de achterkant naar binnen toe. En de ambulancepersoneel wilde aan de ene kant, kon hij er niet goed bij. Dus we moesten eerst een gaatje maken om hem erbij te laten, om het slachtoffer te stabiliseren. Want zouden wij die deur open gaan maken, hij hing tegen de deur aan, dan zou hij misschien daardoor een extra letsel oplopen. Ik denk dat er heel gauw hulp was. Want ik heb van mijn broer gehoord dat er achter mij iemand met een autotelefoon de 0611 had gedraaid. En dat is heel snel gekomen. En toen hebben ze aldoor met me gepraat. Maar ik ben wel iets kwijt. Zelf ben ik dat weer vergeten. Een uurtje. Dus juist dat die brand weer geknipt heeft, heb ik wel met ze gepraat. Maar dat ben ik nu vergeten, hoe dat ging. En ik weet het weer vanaf dat ik weer in de open lucht zat, op diezelfde stoel. Dus zonder die ruit in dat dak. En daarna gingen ze me inpakken en die helikopter, dat weet ik allemaal goed. Maar dat ben ik even kwijtgeraakt. Maar ik ben niet buiten wisten geweest. Die brandweerman die ter plaatse komt, die praat tegen het slachtoffer. Die houdt dus het hoofd vast. Die zorgt dat hij dus geen verder letsel op kan lopen. Maar die man die blijft dat hoofd vasthouden. En die houdt dat continu onder spanning. Zodoende dat dus die ook nadat de nekkraag aangebreid, houdt die man gewoon toch een bepaalde vorm. Zodat het hoofd, anders zou hij nog kunnen draaien met zijn hoofd. En dan loopt hij alsnog letsel op. Maar dat gebeurt gelukkig niet. De enorme inzet en het vakmanschap van de hulpdiensten, dat kan Jan Vormer zich nog goed herinneren. De noeste inzet van die mensen. Hè, dat ze zijn gewoon hun werk aan het doen. Maar toch met iets extra's, zeg maar, denk ik. He, daar zit wel wat inspiratie achter. Zo van, daar gaan we eens wat van maken. He. Al lijkt het hopeloos. Ik ben nu zover dat ik eigenlijk mezelf wel vrijwel helemaal kan redden weer met de gewone dingen voor het zelfstandig functioneren. Nou, dat is al een ongekend succes. Ik heb zo'n geluk gehad met al die professionele mensen. Dat is tot en met hier. Dat is allemaal echt professioneel werk. Topklasse op het vakgebied. En dat moet je hebben. Daar hou ik zelf ook van. Jan Vormer kan alweer, zij het voorzichtig, lopen. En is één ding van plan, zo snel mogelijk zijn werk als architect weer op te pakken. Straks glitter en glamour in Henk van der Meijden's TV Privé. Maar na de reclame eerst Hart van Nederland.
Met daarin de volgende onderwerpen. Een hoofdagent van de Groningse politie is gearresteerd op verdenking van incest. Ook zijn vrouw is aangehouden. En vandaag, 60 jaar geleden, stapten prins Bernhard en prinses Juliana in het huwelijksbootje. Dit en meer na de reclame in Hart van Nederland.